gravelschoenen van René Beuker. Ja, ik heb vanmiddag een tenniswedstrijdje gespeeld. Jij doet ook alles, hè, om te sporten. Ja, maar dat, daar heb ik geen talent in, hoor. Gaat niet meer? Ik moet het echt van het voetbal hebben. Die bal is beter. Hoe is het met je? Ja, ik was vorig jaar in Brazilië geweest, hè? Je weet het nog. Met palmbomen. Ja. Ja, en daarna geen bal meer geraakt. Hé, hey, we staan voor de aftrap van een nieuwe serie Duno TV. Ja. Nieuwe afleveringen. De trucendoos. Iedereen bij Duno krijgt de kans om zijn truc of haar truc te laten zien. Ja. Nou ja, we kunnen niet beter beginnen dan met jou. Ik ben er bang voor. Je hebt natuurlijk een lange voetbalcarrière erop zitten. Ja, die begon bij de Welpen 2 waarschijnlijk. Ja, met een Henk Wel. Ja, ook nog. Edward Terreus, Marcel de Jong, Sidney van der Zwart. De gouden generatie. We kennen ze allemaal nog, hè. We hangen in de galerie hier verderop. En nu inmiddels? Afgezakt naar het vierde. Hoe gaat het met het vierde? Ja, we hebben natuurlijk een tijdje rust gehad, dus dat is prettig. Dan even weer dat je weer kan opladen. Maar goed, inmiddels, we hebben er weer zin in, hè? Even een vraag die ik moet stellen, namelijk de vrouwelijke kijkers. Oh. Hoe is het met de vrouwen in je leven? Ja, gaat uitstekend, Henk. Ben je vrij of niet? Ja, nu wel. Nee, ik ben inmiddels weer samen. Jeetje, een tegenvallen voor een paar dames. Nee, maar het gaat erg leuk, ja? Moet ik eerlijk zeggen. Ja. Okay. Ik ben erg enthousiast, dus sorry dames. Nou, dan wordt het tijd voor de trucendoos. Wat is de René Beuker? Ja, het is even... Ik ga even wat verder weg staan, dan kan ik hem beter zien. De schaar, hè? Ja? Dat is misschien ook wel handig voor wat er op mijn hoofd zit. Even kijken, wat zit er op je hoofd? Ja, daar moet nodig de schaar in. Juist, dus het wordt een schaar. Ik ga kijken. En dan om de as. En dan schot op goal. Oh, ook nog. Ook nog. Zonder tegenstander. Zonder tegenstander. Hop, hop. En dan midden. Ja, dat is hem, hè. Zonder tegenstander. Mooi, hoor. Hartstikke goed. Hartstikke goed. De echte René Beuker. Nou, daar moeten ze nog maar aankomen. Zonder tegenstander gaat het redelijk, maar... Gefeliciteerd met deze eerste trucendoos. Dankjewel, jongens. Dat er veel mogen volgen.